Hallo, goedenavond allemaal. Het is weer maandag, dus dat betekent weer een nieuwe teaser. Een teaser als een soort van opwarmertje op trainingen die van start gaan in maart. En vandaag staat op het programma Google Data Studio en die wordt gegeven door Leo Verkijk. Leo, van harte welkom. Ja, dankjewel. Ja, goeie avond iedereen. We gaan lekker losbranden vanavond op Google Data Studio. Ik zal even mijn scherm delen. Deze avond is bedoeld als een soort inleiding, als een soort teaser op de eigenlijke training die we gaan hebben op 8 april over Google Data Studio. En dat zal een behoorlijk workshop karakter krijgen, wat vanavond niet mogelijk is. Dus het wordt een beetje een aaneenschakeling van screenshots, waarmee ik mijn best doe om jullie zeg maar door de basics van Google Data Studio heen te leiden, waar we dan tijdens de eigenlijke training dieper op ingaan. Maar voordat ik dat ga doen, zal ik me eerst even netjes voorstellen. Mijn naam is, weten jullie al, dat is Leo Verkijk. Ik ben van heel lang geleden ben ik eigenlijk een techneut, maar ik ben al vrij snel de ICT ingeraakt, de ICT-dienstverlening. En ergens zo in de 90er jaren, 1995, ergens in die buurt was het, was wat jullie hier zien, was mijn eerste blik op internet. Netscape Navigator 1.0. Nou, dat was wat. Tot dat moment had ik heel goed in de gaten hoe moeilijk het was om computers met computers te laten praten en systemen en met systemen te laten praten enzovoort. En toen kwam er ineens internet en dat had voor mij een enorm wauwmoment. En dat wauwmoment heeft me nooit meer losgelaten. En dat heeft me eigenlijk 25 jaar later gebracht tot waar ik nu ben. En inmiddels alweer 12 jaar bezig als zelfstandig online marketeer. Soms breed, soms strategie vertalen naar marketingstrategie, online marketingstrategie. En qua hands-on zit ik heel erg in het Google-landschap. Nou, jullie zien de logo's voorbij komen, allemaal bekende verhalen. Nou, dat is mijn hands-on vakgebied, speelgebied. Want ik vind het soms ook hartstikke leuk om ermee bezig te zijn. Dus het is ook een beetje spelen af en toe. Dat heb ik voor kleinere en grotere organisaties gedaan en nog steeds. Hier zien jullie wat namen voorbij komen. Eigenlijk bij iedere naam die hier staat heeft ook Google Data Studio wel een rol gespeeld op een of andere manier. Voordat we Google Data Studio ingaan, even nog het Google landschap zoals ik dat vorige week ook bij Analytics heb uitgelegd, maar nu inzoomend op Google Data Studio. Je hebt je website, je hebt alles ingericht om data te verkrijgen. Ja, en dan wil je data ook rapporteren. Dat kan in Google Analytics, daar zitten ook bepaalde rapportagemogelijkheden. Maar het is veel fancier om een connectie met Google Data Studio te leggen en daar je rapportages in op te maken en dan ook helemaal dat te kunnen kneden en tot maatwerk rapportages te kunnen maken. Ik doe nu net of Google Analytics het enige is wat je met Google Data Studio kan doen. Niks is minder waard. Je kan juist, en dat is een van de krachten van Google Data Studio, een heleboel databronnen daaraan koppelen. Ik heb er hier maar een paar afgebeeld, maar er zijn er velen. Ik kom er zo meteen nog even op terug als we wat dieper Google Data Studio ingaan en naar connectoren gaan kijken. Maar je ziet hier al een aantal bekende namen staan. Die kun je aan je rapportages pluggen. Even een klein stapje terug naar Google Analytics. Daar kun je dus ook rapportages in maken en dashboards. Maar dat gaat er dan een beetje zo uitzien, zoals jullie nu zien. Maar in Google Data Studio kan diezelfde rapportage er zo uitzien. Nou, en dan zie je al meteen wat verschillen. Ik noem ze even op. Waarom zou je nou eigenlijk Google Data Studio willen gebruiken? Willekeurige volgorde. De een is niet belangrijker dan de andere. Maar het zijn allemaal dingen die opvallend zijn aan Google Data Studio. En misschien goed zijn om het te weten. Je kan je dashboard branden. Je kan het naar de klant toe branden, zeg maar. Je kan het een kleurtje geven, je kan logo's erin gooien. Je kan aandacht aan vormgeving besteden. Ik raad technische mensen, waaronder ik mezelf ook toereken, altijd aan om ook even een vormgever naar je rapportage te laten kijken als je hem gemaakt hebt. Want die weet het dan weer zo te smeden dat het dan net even meer crispy en duidelijk is. En de UX door je rapportage ook verbetert. Je kan echt maatwerk data presenteren. Zonder nu al in details te vallen. Maar je kan niet alleen databronnen combineren, maar je kan die data ook verrijken. Je kan dingen aggregeren. Je kan nieuwe data toevoegen. Kortom, als je less is more hanteert, dan kun je precies die data laten zien en transformeren naar informatie. Precies die informatie die jouw klant, jouw gebruiker, jouw management, jouw collega nodig heeft om
zaken te interpreteren rondom online en daar beslissingen op te nemen. Je kan, dat is maar een klein voorbeeld, maar je kan ook je eigen naamgevingen maken voor alle dimensies en statistieken. Als je het niet helemaal eens bent zoals Google dat heeft bedacht, of je bent bang dat de klant dat niet helemaal snapt, dan kun je daar gewoon de terminologie aan toekennen zoals de klant die gebruikt. En dan snapt jouw klant veel beter de rapportage. En er zitten ook allerlei rekenmogelijkheden onder de motorkap van Google Data Studio. Dus je kan ook met die data aan de gang om weer nieuwe data te creëren. En nog veel meer. Even weer terug naar Google Analytics. Het is wel grappig om te zien dat als je daar een dashboard aan maakt, dan nodigt Google je eigenlijk ook al uit, als het ware, om toch eens een uitstapje naar Google Data Studio te maken en te kijken of je misschien niet daar beter je rapportage in kan aanmaken en je dashboard. Nou, we zitten in Google Data Studio. Dit wat jullie hier zien, dat is een mini rapportage die ik eigenlijk voor deze gelegenheid heb gemaakt. Maar er zitten een aantal elementen in die hopelijk een kijkje geven op wat er zoal mogelijk is bij Google Data Studio en waar dat dan zit. En natuurlijk ook de basics, ja, hoe begin je nou? Daar kom ik zo op terug. Maar dit plaatje zal dus af en toe terugkomen en aan de hand hiervan ga ik dingen uitleggen. Allereerst, nog een opmerking vooraf. Hetzelfde geldt voor Google Analytics. Je hebt twee hoofdelementen, als het ware. Dat zijn dimensies en statistieken. Dat is goed om uit elkaar te houden. Statistieken, dat is zeg maar alles waar je mee kan rekenen. En er staan daar wat voorbeelden in dat blauwe vakje opgesomd. Dus aantal gebruikers, aantal sessie, percentages, tijdsduren. Dus dat zijn allemaal dingen waar je mee kan rekenen. En die statistieken laat je als het ware los op dimensies. Bijvoorbeeld je verkeersbronnen, land van herkomst. Wat voor apparaat heeft iemand gebruikt om op je website te komen? Nou, en dat kleurtje wat ik erachter heb gezet, dat zijn ook precies de kleuren die Google Data Studio gebruikt om ze uit elkaar te houden. Je zult ze dadelijk gaan herkennen. Nou, hoe kom je nou eigenlijk terecht bij Google Data Studio? Ja, dat is natuurlijk kipsimpel. Je typt in datastudio.google.com. Ben je al ingelogd, dan zit je meteen in je Data Studio omgeving. Ben je nog niet ingelogd, dan vraagt Google erom en dan kom je daar alsnog. Ja, en als je dat dan voor de eerste keer doet, dan zie je dit. Een oorverdovende stilte, een leeg vlak met allemaal streepjes erop. En dat brengt ons meteen tot het eerste ding. Het allereerste wat we moeten doen, we moeten een gegevensbron gaan toevoegen. Je ziet dat al die menu-items, die zijn allemaal lichtgrijs. De enige die je kan bedienen, dat is deze. Nou, en dan ga je een databron kiezen. Daar heeft Google de connectoren voor bedacht. Daar heb je er niet één van, daar heb je een heel scala van. Je hebt een hele batterij, 18 stuks staat hier, die onder Google verantwoordelijkheid zelf vallen. Nou, bovenin zie je al de meest bekende staan. Uiteraard Google Analytics, heel veel gebruikt. Google Ads, heel veel gebruikt. Google Spreadsheets, dat is wel een leuke, want soms heb je een tussenstapje nodig om dingen te bereiken. En dat tussenstapje kun je optuigen in Google Spreadsheets. En dat kun je weer als databron aan je rapportage in Google Data Studio koppelen. En dan kun je hele handige, slimme dingen mee doen. Nou, ik blader even door, dus jullie zien, er zijn connectoren te kust en te keur. En ook commerciële, van externe partijen, derde partijen. De meeste zijn gratis, sommige zijn betaald. Maar je kan ze gek niet verzinnen, of eigenlijk alle gangbare platforms hebben wel een connector naar Google Data Studio tegenwoordig. Nou, ik ga even van het voorbeeld uit dat we Google Analytics koppelen aan Google Data Studio. Op het moment dus dat je die Google Analytics connector aanklikt, dan krijg je dit te zien en dan herken je je eigen accountstructuur. Dus alles waar jij toegang toe hebt. En op het moment dat je dan een van die accounts hebt gekozen, dan herken je weer de structuur die we allemaal kennen van Google Analytics. Accountniveau, property niveau, dataweergave niveau. Nou, je kiest een property, je kiest een dataweergave. En op het moment dat je dan klik, 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 oké doet, dan hangt die op dat moment aan je Google Data Studio omgeving, rapport. Even qua terminologie. Het Google Data Studio rapport, dat is de hele omgeving waar je voor één doel mee bezig bent, als het ware. Maar die kan bestaan uit verschillende pagina's. Dat hoeft niet, maar het kan wel. Het is vaak wel handig om je rapportage op te delen in verschillende pagina's. Ik ben weer even terug bij mijn uitgangsplaatje.
Dit is zoals de eindgebruiker het ziet als je rapportage af hebt en hem doorstuurt. Hoe dat gaat, dat komt later. Maar ja, hoe ga je er nou mee aan de gang? Deze is dus al gevuld. Ik kan niet laten zien hoe je van scratch dat vult, want dat gaat op de cursus natuurlijk wel gebeuren, maar dat kan ik hier niet laten zien. Dus ik ga aan de hand van wat er al staat uitleggen wat je ziet. Nou, allereerst de menustructuur binnen Google Data Studio. Ik begin even bij deze bovenste balk. Deze blauwe knop, daar staat nu weergave op. Dat betekent dat we niet in de weergavemodus zitten, maar in de bewerkingsmodus. Door op weergave te klikken, ga je naar de presentatie, de weergavemodus. En dan vallen alle dingen weg die je nodig hebt om het te maken, zeg maar. Ik zit nu dus in de bewerkingsmodus. Ja, en dan zie je de meest gebruikte functies. Die heeft Google hier in een brede bedienbalk, knoppenbalk neergezet. Deze hebben we net gebruikt. Hier koppel je je databronnen aan de rapportage. Dat hoeft er niet één te zijn, dat kunnen er meerdere zijn. En je kan op tabelniveau, op grafiekniveau, kun je databronnen koppelen. Dus je kan zelfs databronnen mengen, zodat je dus, dat is helemaal kick, hè? Want je kan bijvoorbeeld je Google Analytics data en je Google Ads data bij elkaar brengen en daar iets uit destilleren wat heel belangrijk is om te zien. Dus dat is een hele mooie manier om je data te verrijken. Een diagram toevoegen. Ik laat het zo zien hoe dat eruit ziet, maar hier kies je eigenlijk de vorm van één object. Hoe wil je het presenteren? Bedieningselementen die je toe kunt voegen. Op deze hele sheet zie je er één. Dat is deze. Dit is een bedieningselement. En dan hier nog wat algemene zaken, zoals plaatjes uploaden, teksten, objecten, streepjes, lijnen. Nou, kortom, dat zijn meer de dingen die nodig zijn om de vormgeving te creëren, waar je je rapportage in laat afspelen. Het eerste waar ik naartoe ga is even deze knop. Diagram toevoegen. Als je die daarop klikt, dan zie je dit. Dan vouwt dit zich open. En dan zien jullie meteen, en hij gaat nog verder naar onderdoor, maar mijn scherm was niet zo groot, dat er een keur aan type grafieken, staafdiagrammen, cirkeldiagrammen, nou, je kan ze gek niet bedenken of er is wel een variant van te vinden in Google Data Studio om je data op een visuele manier te presenteren. Je kunt het een beetje vergelijken met de Excel-mogelijkheden die je hebt om grafieken weer te geven. Ik heb nu gekozen om een lijngrafiek te laten ontstaan. En wat je dan ziet, je hebt twee hoofdbedien onderdelen. Gegevens, daar staat hij nu op. Hier ga je zeggen welke data die moet gebruiken en hoe en welke filters en weet ik het allemaal. En de stijl, ja, de naam zegt het al, die gaat meer over de vormgevingsaspecten van je grafiek of tabel of net waar je mee bezig bent. Nou, in dit geval heb ik, dit is de databron die we net gekoppeld hebben. Ik heb als dimensie heel simpel de tijd gekozen. In dit geval 1 januari tot 31 januari. Hoe dat komt, dat leg ik later nog uit trouwens. Want daar kun je ook andere dingen mee doen. En als statistiek bezoekers. Hier rechts zie je eigenlijk de hele bibliotheek aan dimensies en statistieken. Dit is een hele lange kolom, daar kan je heel ver in doorscrollen. Maar er zit ook een hele slimme goede zoekmogelijkheid boven. Dus als je 3 lettertjes weet of 2 lettertjes weet van je dimensie of statistiek, dan ploep, dan komt hij al. En dan kun je hem met sleep en drop naar je dimensie slepen of als het een statistiek is hier naartoe slepen. Je kan ook hier klikken om een nieuwe dimensie of een nieuwe statistiek toe te voegen. Maar dit is een simpel voorbeeld met één statistiek. Maar je kan met hetzelfde gemak meerdere statistieken toevoegen. De stijl, ja, die gaat over het uiterlijk. Dit is dus dezelfde tabel, maar dan met de mogelijkheden die je hebt om het uiterlijk te beïnvloeden. De kleur van de lijn, de dikte, of de referentielijnen moeten, of ze vloeiend gemaakt moeten worden. En of de getallen verdicht moeten worden of niet. Dan kun je allerlei stijlgegevens in kwijt. Even terug naar de bedieningselementen. Want ik zei net al, ik heb hier een maand gekozen. 1 januari tot 31 januari. Maar dat komt door dit dingetje. Op het moment dat je klikt op bedieningselement,
dan krijg je deze drop-down. En wat ik hier heb gekozen is de periode kiezen. En als je daarop klikt, dan krijg je dit te zien. En ook deze scrolt nog weer omhoog en omlaag, omdat er meer mogelijkheden zijn dan wat hier staat. Maar waar ik voor heb gekozen, in dit geval, is afgelopen maand. Dus standaard, zit je in februari, pak die de maand ervoor. Zit je in maart, pak die februari, enzovoorts. Nou, en dat is dan ook de default instelling, waarmee je rapportage van start gaat. Eenmaal je rapportage gemaakt, en stel dat je hem verstuurt, dan komt hij op deze manier bij jouw gebruiker, bij jouw klant, bij jouw management binnen. Maar die gebruiker, die is heel erg vrij om hier iets heel anders mee te doen. Standaard staat hij dus op de vorige maand, maar hij of zij kan hier data kiezen, het datumbereik zelf bepalen. Als die eenmaal in gebruik is, die presentatie. Dit is ander type diagram, dat heet een scorecard. Dit is een heel simpel dingetje eigenlijk, maar wel visueel heel krachtig, omdat het als een soort, ja, echt in dashboards kun je dit soort dingen heel goed gebruiken om in één oogopslag te zien. Van hey, hoe staat het ervoor met mijn bezoekers in dit geval? Hier is geen dimensie, het is gewoon één statistiek, bezoekers, punt. En die heeft betrekking op deze periode, het totale aantal. En dan zien jullie hier ook nog een groen pijltje onder. Dat is een instelling die je ergens in deze kolom kan doen. Daarmee geeft hij het verschil aan van deze periode, dus 1 januari tot 31 januari, ten opzichte van de vorige gelijksoortige periode, dus 1 december tot 31 december. Dus afhankelijk van wat je hier hebt gekozen als basisinstelling, geeft hij hier datzelfde weer in de vergelijking tot de periode die ervoor ligt. Als dit een kwartaal is, is dit ook ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Ja, misschien valt een detail op, ik weet het niet, maar hier staat bezoekers en geen gebruikers. Nou, dat is zo'n dingetje. Ik merk zelf van mijn eigen klanten dat ze heel vaak moeite hebben en struikelen over het woord gebruiker. Dus ik heb maar bezoekers genoemd. Nou, dat soort vrijheden heb je in Google Data Studio. Als ze vragen opdoemen, stel ze gewoon. Ik word graag onderbroken. Hier heb ik een andere tabel. Hier heb ik de verkeersbronnen, bronmedium op een rijtje gezet. Dan gaan we hier in deze kolom iets meer zien. He, dit is dus, zijn de gegevens die betrekking hebben op deze tabel. De dimensie waar we alles tegen afzetten is bronmedium. Die kennen we allemaal uit Google Analytics, neem ik aan. De statistieken die ik erop losgelaten heb is bezoeker, bounce percentage, gemiddelde sessieduur en pagina's per sessie. Eigenlijk om zeg maar, de betrokkenheid van het verkeer te kunnen zien per databron. En diezelfde uitsplitsing kun je zien in deze. Dus dit is eigenlijk dezelfde, gaat over dezelfde data als deze tabel, alleen op een hele andere manier weergegeven. Dus hier kun je heel goed zien wat het verschil maakt als je dezelfde data met een ander diagramtype kiest. En als jullie deze kleurtjes lelijk vinden, daar kan je naar harte lust zelf andere kleuren aangeven. Even kijken, wat kunnen we hier nog meer over zeggen? Wat ik zelf een beetje lelijk vind als je bronmedium kiest, dat je van die namen krijgt waar ja, toch een hoop klanten of gebruikers een beetje de weg in kwijtraken. Dus om nou te laten zien hoe dat anders kan, ga ik naar de volgende. Dit is exact dezelfde tabel. Maar daar heb ik de benamingen anders gemaakt en ook iets anders gegroepeerd. Alles wat met Facebook te maken heeft, en dat zijn er 2 of 3 of zo. Je hebt altijd een paar kanalen Facebook. Die heb ik gebundeld tot 1. Ik heb een postje overig aangemaakt. Ik heb referral heb ik doorverwijzingsverkeer genoemd. Kortom, ik heb wat namen veranderd en ik heb wat dingen gebundeld. En om duidelijk te maken dat ik dat heb gedaan en dat dat niet standaard in Google Data Studio zit, heb ik deze dimensie even verkeersbronnen LVE met naam genoemd. Je kunt dus je eigen dimensies, je eigen statistieken maken. Waar je dat doet, dat doe je hier. Een veld toevoegen, een parameter toevoegen. Ik kom daar zo in de sheet hierna op terug. Even kijken, valt hier nog meer over te zeggen? Ja? Ik heb nu een vraag binnen. Hoe groepeer je dat? Heb je dat met if this, then that regels gedaan? Dus het simpele programmeren?
Ja, kijk, dat is deze sheet. Dat is de volgende, precies de volgende sheet. Dankjewel voor de vraag. op het moment dat je zegt veld aanmaken, dan kom je in een omgeving waar je een nieuwe kan toevoegen. Nou, dat heb ik hier gedaan. Ik heb een verkeersbronnen LVE genoemd. Die hebben we net boven die grafiek zien staan. En dan is er een soort if-then-else structuur. Kun je toepassen. In dit geval, ja, het is allemaal vrij simpel, maar het doet wel iets. Dit moet je even weten. Maar waar is die? Oh, hij is natuurlijk niet op dit scherm nu, maar er zit een vrij uitgebreide help bij deze functie, waardoor je er, als je een beetje puzzelt, zelf ook wel vrij snel weer uitkomt. Bronmedium, dat is zoals Google dat noemt, is, nou ja, dit is zoals Google het noemt, then, noem het Google organisch. Nou, zo bouw je dat op. Facebook is een beetje een aparte, omdat je hebt meestal 2 of 3 verschillende soorten kanalen die allemaal uit Facebook komen. De een met een L'tje ervoor, de ander met een M'tje ervoor en noem ze maar op. Ja, hier heb ik een reguliere expressie aan toegevoegd. En datzelfde heb ik ook bij het referralverkeer gedaan, om het te bundelen. Nou, en wat er dan overblijft, dus wat niet hier benoemd wordt, dat is een else en dat heet dan overig. End. Leo? Ja? Nou, als je dan groepeert of namen aanpast, blijft dit staan als je een andere periode kiest? Ja, dit blijft gewoon staan. Dit is, kijk, je bouwt een grafiek op met een dimensie en een aantal statistieken. En dat blijft zoals het is. En op welke datumbereik het van toepassing is, dat bepaal je bovenaan met die datumkiezer. Dus dat, dat blijft zoals het is. En dit wordt ook opgeslagen in een soort van bibliotheek waar alle dimensies en statistieken staan. Jullie zien hier een knopje alle velden. Nou, als je hier naartoe zou gaan, dan zie je onmogelijk veel dimensies en statistieken. En eentje ervan, deze kom je daar ook weer tegen. Dus die blijft gewoon aanwezig. Dus ook als je in een hele andere pagina of een hele andere rapportage datzelfde fenomeen wil gebruiken, kan je hem gewoon hergebruiken. Is dat antwoord op de vraag? Hoop ik. Nou, zo niet, dan hoor ik de vraag erop al binnenkomen. Kom er even uit. Precies. Weer even eenzelfde soort tabel. Dit keer gaat het over bereikte doelen, dus conversiedoelen. Hier zie je weer die uitsplitsing. Ik heb weer diezelfde zelf aangemaakte dimensie gebruikt. Ik heb ook nog even het aantal bezoekers als statistiek erbij gekozen. Die zie je hier. Overigens, de volgorde zoals het hier staat, is ook de volgorde zoals het hier in kolommen wordt weergegeven. En als je dat anders wil, sleep je simpelweg dit vakje hier naartoe en dan staat die daar tussenin. En dat gaat echt heel soepel en snel en zonder haperen. Dat is zijn allemaal hele krachtige functies in Google Data Studio. En ik zei net al, je kan zelf klooien, om het maar plat te zeggen. En eigenlijk kan ik dat niet genoeg benadrukken. Je kan eigenlijk niet kapot maken, want de data is er al. Dus je kan geen data verstieren of zo door onhandig gebruik van Google Data Studio. Het is meer dat misschien je rapportage niet helemaal uit de verf komt zoals je had gedacht. Maar je kan dus ongegeneerd, zonder angst, kan je gewoon dingen uitproberen. En je kan niks kapot maken. En dan ga je heel snel ontdekken hoe Google Data Studio in elkaar zit. Wat wilde ik hierover vertellen? Ja, dit is een omgeving waar een heleboel doelen staan ingesteld. Nou, informatietechnisch zegt het niks wat ik hier heb gedaan, maar het gaat even om het voorbeeld. Ik heb 3 doelen eruit gepikt die gewoon 1 op 1 doorgegeven worden aan deze grafiek. Ze heten in werkelijkheid anders, maar daar heb ik weer andere namen aangegeven, zodat de klant het goed begrijpt. En dan staat hier de rest LVE. Nou, dat heb ik weer gedaan om te laten zien dat ook dat mogelijk is. Dat je dus kan optellen als het ware. Nou, dat gaat ook weer op zo'nzelfde soort manier. Je maakt een nieuw veld aan. Die heb ik de rest LVE genoemd. En dan zeg ik, nou, die bestaat uit die, plus die, plus die, plus die, plus die. Nou, hier, dat gaat nog een tijdje naar rechts zo door. En op het moment dat ik klaar ben, zeg je klaar, updaten. En dan zit die erin. En dan kun je hem gebruiken, zoals ik hem net dus hier gebruikt heb. Door hem gewoon hierin te slepen. Want vanaf het moment dat je zo'n ding gemaakt hebt, ga je hem ook hier vinden, in deze kolom. Hij komt er gewoon bij te staan. Nou, dan hebben we dit gemaakt. Ik ga ze niet allemaal uitleggen, uiteraard. Dit zijn eigenlijk dezelfde type weergaves als deze.
waarom ik dit plaatje even laat zien, is om aan te geven hoe de eindgebruiker het ziet of kan zien. Je kan ervoor zorgen dat de bedieningsbalk die altijd boven Google Data Studio weg is voor de gebruiker. En als hij erover uit, komt hij tevoorschijn of als je erop klikt, dat zijn verschillende instellingen. Maar als je niks doet, dan krijgt hij een heel fraai, in dit geval 16:9, presentatiepagina van je rapportage te zien. En dit is pagina 2. Nogmaals, informatietechnisch stelt het allemaal niks voor, maar het gaat even om de voorbeelden die ik hier laat zien. Even kijken. Die kleuren had ik al uitgelegd. Deze had ik eigenlijk... Ja, dit is gewoon het resultaat van wat we net gedaan hebben. Even over de allerbovenste. Op het moment dat je rapportage hebt gemaakt, dan wil je hem natuurlijk kunnen delen. Nou, Leo, er zitten allerlei... Even een vraag binnengekomen. Ja? Kan je ook unieke bezoekers weergeven? En wellicht herhaald bezoeken weergeven? Jazeker. Alle statistieken en dimensies die aanwezig zijn, in dit geval in Google Analytics, die kan je gebruiken, dus ook die. En je kan ze eventueel een andere naam geven als je dat prettiger vindt voor jouw omgeving. Maar ja, je kan ze allemaal gebruiken. Je kan ze allemaal tegen elkaar afzetten. Je kan ook rekenen binnen een tabel of een grafiek weer. Je kan dingen van elkaar aftrekken, bij elkaar optellen. Trends laten zien, het verschil van de een ten opzichte van de ander. Dus er is niet snel een eind aan dat soort mogelijkheden. Dankjewel. Alsjeblieft. Een rapportage maak je natuurlijk niet voor jezelf. Hoewel, ik heb één belangrijk ding eigenlijk vergeten te zeggen helemaal aan het begin. Waar ik zelf Google Data Studio ook nog wel eens vaak voor gebruik, is puur voor eigen gebruik. Als ik een analyse wil maken, bijvoorbeeld van een Google Ads campagne of iets. Of iets in Google Analytics, wat ik niet helemaal begrijp. Dan knutsel ik heel snel even een niet vormgegeven Google Data Studio tabel in elkaar. Maar omdat je in Google Data Studio veel meer mogelijkheden hebt om data te combineren. Om dingen weg te laten en andere dingen er juist aan toe te voegen. Kun je zo heel vaak sneller tot conclusies komen en sneller inzicht krijgen dan binnen Google Analytics zelf. En dan gebruik ik het puur voor als eigen tool. Ook bijvoorbeeld om snel even een Google Ads campagne te beoordelen op de hoofdlijnen. Dan kan je ook heel snel even een pagina voor jezelf vooraan maken. Richting eindklanten is mijn advies wel. Besteed ook wat aandacht aan de vormgeving. Ik zeg niet dat dit de mooiste vormgeving is. Ik ben geen vormgever. Die heeft ze hier wel naar gekeken trouwens en mij wat tips gegeven. Maar je kan heel veel aan duidelijkheid winnen. Puur door op je vormgeving en het groeperen van dingen bij elkaar te letten. Ik heb dat een beetje geprobeerd met die witte vlakken met zo'n shadow. Van dit hoort bij elkaar, dit hoort bij elkaar. En dan zou je nog verder naar beneden kunnen gaan. En zo kun je de UX van je rapport als het ware zo goed mogelijk maken. Als je dat rapport gemaakt hebt, ja, nogmaals, je doet het niet voor jezelf, je doet het meestal voor een ander. Dan wil je hem delen. Nou, dat kan op verschillende manieren. Je kan, net als in Google Analytics, kan je een recurring mailtje laten versturen met een PDF of met een link. Wat ik me realiseer, ik weet niet of ik dat helemaal in het begin gezegd heb, maar het is real time, hè? Dus als je de link stuurt naar jouw gebruiker, dan heeft hij op ieder moment real-time inzicht in de prestatie van dat waar je het dashboard voor gemaakt hebt. Je kiest natuurlijk wel een datumbereik, maar je kan ieder bereik kiezen vervolgens wat je wil, maar het is real-time informatie. Daar zit ook meteen een nadeel in. Het is wat lastig om voortschrijdende inzichten over de tijd heen te creëren. Wel in één. Een vraagje binnengekomen, Leo. Ja? Of dat nog op dit moment kan. Die percentage van stijging of daling, geef je dat ergens aan op welke voorgaande periode die dat moet vergelijken? Ja, deze bedoel je? Denk het wel, ja. Ja, dat is het vergelijk van zeg maar dit getal ten opzichte van dezelfde statistiek, maar dan één periode voor wat je ingesteld hebt. Dus in dit geval slaat die 2% toename op januari ten opzichte van december. Zouden we hier 2 maanden hebben gekozen, januari tot en met februari, dan zou dit slaan op november tot en met december. Dus de periode die je hier kiest, daar gaat deze vergelijking over in dezelfde tijdsvak daarvoor, zeg maar. Ik weet niet of ik het zo duidelijk genoeg uitleg, maar... Jazeker, is duidelijk en dank je wel daarvoor. Okay. Ook nog een vraag van Femke, kan je ook conclusies toevoegen?
conclusies toevoegen? In welke vorm bedenk ik me dan? Maar je kan bijvoorbeeld, ik weet niet of dat het antwoord op de vraag is, maar je kan bijvoorbeeld met voorwaardelijke opmaak werken, net zoals dat in een Excel bijvoorbeeld kan. Dus je kan bijvoorbeeld tabellen maken die je afhankelijk van de waarde vakjes van kleur laat veranderen om heel snel een conclusie te krijgen van het gaat slecht, het gaat goed, of het gaat moi, moi, hè, rood, oranje, groen. Je kan natuurlijk totalen maken. Ja, dat heb ik nu allemaal niet uit kunnen leggen. Dat gaat allemaal op de training gebeuren. Maar je kan ook alles wat je weergeeft ook weer totaliseren. Dat zou je een conclusie kunnen noemen. Maar ik weet niet of dat helemaal de vraag is waar ik nu antwoord op geef. Als dat niet zo is, Femke, dan hoor ik het graag. Ja, dat kan altijd. Ja. Laten we hem even hierop houden, ja. Dan, Leo. Over het delen van de rapportages hadden we het over. De rapporten, het rapport delen. Je kan hem downloaden en opsturen, zie je daar al staan. Wat ik meestal doe, is ik stuur gewoon de link op en ik zorg dat... Want je kan er natuurlijk ook een hele rechte structuur weer aangeven. Maar degene die dat moeten, als die de link krijgen, hebben ze inzage in alle statistieken die je hebt aangemaakt. Je kan ook een link naar de buitenwereld sturen, dat iedereen die link heeft dat kan zien. Kortom, je kan rechtentechnisch kan je dingen afschermen of niet. Je kan mensen permanent uitnodigen om toegang te hebben tot die rapportage. Kortom, er zit hierachter een keur aan mogelijkheden om de verspreiding van jouw dashboard, jouw rapporten, tailor mee te maken. Oké. Even kijken, Femke die geeft nog een toelichting, maar dan weer in een andere, in de question and answer. Het gaat om die toelichtingen in geschreven tekst, dus ook bijvoorbeeld de acties formuleren. Oh ja, je kan gewoon tekstblokken kwijt hoor, als dat de vraag is. Je, onder de vormgevingsmogelijkheden, je kan gewoon teksten kwijt in vakken en balken en te kussen, ja... Dus je kan het een beetje vergelijken met hoe je een PowerPoint opbouwt. Ik heb nu heel erg ingezoomd op de data en hoe je die data weergeeft in grafiek en alles. Maar vervolgens ga je de vormgeving, ga je net als in PowerPoint doen, eigenlijk met lagen. En daar kun je ook tekst aan toevoegen. Je kan vakken ergens overheen leggen en die kan je weer van kleur laten veranderen. Ja, je kan op dat gebied heel veel en zeker ook teksten toevoegen. Top, dankjewel. En is het ook te integreren in PowerPoint? Een vraag van Karin. Ik denk het wel. Ik heb dat nog nooit gedaan, maar je kan. Het is een link. En je kan natuurlijk een link in PowerPoint stoppen op zo'n manier, maar dat is misschien niet helemaal de vraag. Je kan er ook PDF's van maken. Die PDF's kan je. Je kan niet zomaar. Er is niet een API of zo. Je kan niet zeggen vanuit PowerPoint slik alles van Google Data Studio in. Maar je kan natuurlijk wel via een omweggetje. Of via een link, of door de PDF's erin te stoppen. Wat ik net overigens niet verteld heb, ook omdat het buiten het beeld zat, maar je kan je canvas, daar begin je eigenlijk mee, dat geeft een bepaalde afmeting. Als jij een presentatie wil versturen, wil verspreiden, en het zijn allemaal digitale gebruikers met schermen, ja, dan is 16:9 natuurlijk een heel veel gekozen maat. Maar als je weet dat ook veel op PDF moet, ja, dan kies je US Letter of A4 of je kan allerlei formaten canvas en je kan het ook helemaal maatwerk van zoveel pixels bij zoveel pixels. Dus als je weet dat PowerPoint belangrijk is, kan je daar al een beetje rekening mee houden in de verhoudingen van je canvas. Goed. Ik ben er doorheen gevlogen. En ik doe ongetwijfeld Google Data Studio een hele hoop tekort, maar het komt ook, we hebben natuurlijk nu een korte tijd. De eigenlijke training zal veel meer het karakter van een workshop hebben. Dan gaan we echt hands-on aan het werk, is mijn bedoeling. We moeten natuurlijk even kijken hoe dat gaat lukken. Of we fysiek bij elkaar kunnen en mogen komen. Of dat het toch een online training gaat worden, gezien corona. Ik heb goede hoop, 8 april, dus nog even weg. Maar we hopen dat een hoop mensen hun prikje hebben gehad. Ik kan me voorstellen dat er nog allerlei vragen zijn opgeborreld. Dus stel ze gerust nu.
Ja, er is nog een beetje binnengekomen. Dus laten we die maar meteen gaan stellen. Vraag van Louise. Wat is jouw ervaring met het rechtstreeks inladen van data uit social media kanalen? Gebruik je hiervoor een API? Of kan dit ook via een gratis omweg? Facebook was lang een beetje een uitdaging in Google Data Studio. Maar inmiddels is er gewoon een connector binnen Google, zeg maar, voor Facebook. En ook voor LinkedIn. En op het moment dat je je databron koppelt, dan zie je in je dimensies en statistieken ook meteen dat terugkomen. Hè? Dus die gaan zich gedragen naar gelang de databron waar je mee te maken hebt. Het is wel zo. Ik moet zeggen, het is voor mij weer een tijdje geleden dat ik voor het laatst een Facebook-integratie in Google Data Studio heb gedaan, die wat dieper ging. Daar heb ik toen nog handmatige slag bij moeten gebruiken. Daar heb ik dan Google Sheets voor gebruikt. Het zou best kunnen zijn dat inmiddels dat helemaal niet meer hoeft. Dan moet ik het antwoord een beetje op schuldig blijven. Maar volgens mij is dat inmiddels prima geregeld. Oké. Wat gaan we dan in de training op 8 april doen? Ik heb het rechts een beetje opgesomd. We gaan ook met meerdere databronnen werken. Je kan ze per grafiek, per tabel zelfs vermengen. De opmaakmogelijkheden gaan we natuurlijk uitvoerig langs, maar we gaan gewoon zelf dashboards maken. Daar komt het eigenlijk op neer. En daar ga ik dan wat structuren aan geven tijdens de training op 8 april. Daarvoor is iedereen natuurlijk van harte uitgenodigd. Het begint om 5 uur. Als het een fysieke meeting is, begint om 5 uur met broodjes, loopt door tot 10 uur, geloof ik. Als er vragen zijn naar aanleiding van deze beetje vogelvluchtpresentatie, stel ze gerust en mail ze bijvoorbeeld naar info@salesmarketinggroep.nl of leo.verkijk@salesmarketinggroep.nl. Dan vind ik het leuk om daar antwoord op te geven. Voor iedereen die deze teaser heeft gevolgd, geldt een 10% reductie op de reguliere ticketprijs. Daar is een kortingscode voor van kracht, zoals het hier onderaan staat. En ik zou bijna zeggen, laten we er 8 april een feestje van maken. Ik vind het een heel leuk onderwerp, het hele Google Data Studio. Juist omdat je niks kapot kan maken. Je kan het alleen maar mooier maken en duidelijker. Zijn er nog vragen? Nee, zo te zien geen vragen. Als er vragen zijn, ik zou zeggen, stel ze nu. Nu kan het nog. Ja. Maar achteraf kan het natuurlijk ook nog altijd via de e-mail. Precies. Oké. In ieder geval bedankjes komen binnen en dat het allemaal duidelijk was. Dus dat is in ieder geval goed nieuws. Dus Leo, mag ik jou ontzettend bedanken voor deze teaser. Ja, graag gedaan. Het is denk ik voor heel veel mensen een stuk duidelijker geworden wat Google Data Studio is en wat je ermee kan. In ieder geval hele mooie dashboards mee maken. Ja. Zal ik nog even kort vertellen wat er nog komen gaat. Want komende woensdag hebben we weer een hele interessante Inspire & Connect Live. Het is een hele aparte, anders dan wat jullie gewend zijn van ons, omdat het meer een interactieve kennissessie is. Dus we gaan niet alleen maar zenden, maar we willen ook graag jullie vragen. En het gaat allemaal over Sales Marketing Groep en zeker voor freelancers die op punt staan om houvast te vinden in het ondernemerschap. Of misschien wel mensen die op het punt staan om freelancer te worden. Meld je aan voor deze interessante kennissessie. Er wordt veel uitleg gegeven van wat Sales Marketing Groep is en wat we kunnen betekenen voor freelancers, om freelancers sterker te maken. Je hebt de mogelijkheid om allemaal vragen te stellen aan diverse partners van de Sales Marketing Groep die de weg eigenlijk al bewandeld hebben of nog steeds aan het bewandelen zijn. Zeker de moeite waard, aanraden dus. En volgende week, maandag, hebben we weer een teaser. En dan staat Google Ads op het programma. Een andere Google tool. En dat wordt verzorgd door Wouter Amersfoort. Nog voldoende stof om de winteravonden door te komen, zullen we maar zeggen. Met dank aan de Sales Marketing Groep. Tot nu toe is het weer even voorbij. Ik wil iedereen nog heel erg bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Tot ziens. Bye bye.